Kijk, de maan is redelijk voorspelbaar. Hij gaat langs en je weet precies wanneer hij weer langskomt. Je weet precies wanneer hij vol is en wanneer hij dus aan het afnemen is. Een nieuwe maan. Je hebt ook kometen die zijn wat minder voor de hand liggend. Kijk, daar komt eentje. Wat leuk. En hij gaat weer weg. Ja. En deze komeet die is voor het eerst in een boek opgeschreven in het jaartal 1222 in de maand mei. En men dacht toen van, goh, leuk, wanneer komt hij weer? Het jaar erop? Nee, niet. Men moest ontzettend lang wachten. Namelijk tot het jaar 1297. En toen ook nog niet eens in mei. Men dacht van, goh, weer niet. Maar kijk, in oktober kwam hij weer langs. Daar kwam hij. En daar ging hij. Ja, hoppakee. En dat was de komeet van Halley. Ja, de komeet van Halley. Die heeft dus een ontzettend lange tijd nodig om weer terug te komen. En dan kun je ook in een animatie kijken. Hier is de animatie van een zonnestelsel. Ja, de zon in het midden. Daaromheen een paar zenuwachtige planeten, waaronder de aarde en Mars. En de buitenplaneten. En je ziet daar de komeet van Halley. Ja, een hele langgerekte baan. Ja, rond de zon ging hij even snel en dan gaat hij rustig weer. Ah, kijk, daar heb je Neptunus. Gelukkig geen botsing. Ja, en dan krijg je dus een hele langwerpige baan en we noemen dat een ellipsbaan. Ellipsbanen, daar gaat deze presentatie over. Dan kan je eerst eventjes naar niet een ellips, maar naar een cirkelbeweging. Bijvoorbeeld de maan. De maan, wat is de energie van de maan? Nou, die heeft in ieder geval snelheid, dus heeft die kinetische energie, een half mv². Maar heeft ook massa. Ten opzichte van de aarde die ook massa heeft, heeft hij dus gravitatie-energie. Oftewel, daar staat hij, min g, m1, m2, gedeeld door r. Wet van Wout-energie zegt dat de totale energie nooit verandert, oftewel die twee opgeteld is constant. Maar de cirkelbaan is prachtig en dus is de straal constant, oftewel de gravitatie-energie is constant. Maar dan moet dus de kinetische energie ook wel constant wezen. Oftewel, de snelheid is constant. Ja, dus een cirkelvormige baan heeft altijd een constante baansnelheid. Een constante omloopsnelheid. Nu kijken we even niet naar de maan, maar naar een komeet die een ellipsvormige baan om de zon doet. Nou, op de grootste afstand daar. En dan gaat hij dus naar de zon toe. En let op dat die staart van de komeet altijd van de zon af is gericht. Want die staart die wordt veroorzaakt door de zonnewind. En de zonnewind die blaast in feite die staart iedere keer naar achteren. Maar goed, hij is dus vlak bij de zon en dan is hij op het dichtste punt bij de zon. Nou, op grote afstand bij zo'n komeet heb je dus een grotere R. En een grotere afstand betekent dat de gravitatie-energie ook toeneemt. Betekent dus grotere gravitatie-energie, oftewel een kleinere kinetische energie, dus op grotere afstand zal de snelheid van de komeet lager wezen dan op een kleine afstand. Een kleine afstand, ja, dan neemt de gravitatie-energie dus juist af, kinetische energie neemt toe, oftewel je hebt een hogere snelheid. Dus zo'n komeet, ja, die heeft dus inderdaad precies zoals je in de animatie zag, in de buurt van de zon, dan gaat hij eventjes sneller. Let op dat de afstand van de aarde tot de zon, dat kun je opzoeken in Pinas, maar eigenlijk is je afstand niet altijd hetzelfde. Hij varieert tussen een maximum en een minimum. Eigenlijk voert de aarde niet een perfecte cirkelbeweging uit, maar ook een klein beetje een ellipsvorm. Ja, we gaan het wel uit vanuit dat het gewoon een cirkelbeweging is, maar je moet eigenlijk wel even een beetje in het hoofd houden van dat eigenlijk iedere planeet net niet een cirkelbeweging uitvoert, maar eigenlijk altijd een ellips. Nou, kijken we weer eventjes naar de komeet om de zon. Kijk, daar hebben we hem. Ja, de zon vindt het wel leuk natuurlijk, zit je ook een keer eens wat en denkt van, goh, wanneer zou je terugkomen? Maar de zon, ja, die heeft natuurlijk een bepaalde ontsnappingssnelheid. Hè? We hebben dat vorige keer gehad, ontsnappingssnelheid van diverse hemellichamen. En voor de zon is hij 600 km per seconde. Stel je nou voor, zo'n komeet
heeft een snelheid die groter is dan 600 km per seconde. Ja, dan komt hij nooit weer terug. Dat is een beetje sneu. Maar het is wel zo. Je hebt dus hemellichaam, je hebt kometen die om de zon gaan, bochtje maken en dan nooit weer terugkomen. Zo'n baan, dat noemen we dan natuurlijk niet meer een ellips, maar zo'n baan is of een parabool of een hyperbool. Ja, een parabool is die, als de ontsnappingssnelheid precies gelijk is aan die 600 km per seconde. En hyperbool is als die groter is dan die ontsnappingssnelheid. Ja, je ziet dus dat de snelheid, als die richting zon gaat, dan gaat die steeds groter en groter worden. En daar wordt ook gebruik gemaakt in de ruimtevaart. Kijk, men heeft een sonde gelanceerd vanaf de aarde en die willen ze naar Saturnus. En om dat in één keer naar Saturnus toe te laten schieten, dan heb je ontzettend veel energie nodig. Maar je kunt beter gebruik maken van hemellichamen, gebruik maken van de aantrekkingskracht van hemellichamen om zo'n sonde te laten versnellen. Kijk, ja, hij gaat eerst, wordt hij daar gelanceerd. Na de lancering ging hij eerst, en dat is apart, hij wou dus naar Saturnus toe, maar hij werd eerst richting zon gelanceerd, althans zon. Hè. Hij kwam naar Venus, hè, dat is dus een planeet die dichter bij de zon ligt, en door de passage bij Venus werd hij dus versneld door Venus. Daarna ging hij een rondje nog maken, en daarna kwam hij nog een keer langs Venus, om nog een keer een versnelling te krijgen. En daarna kreeg je langs de aarde, dus hij gebruikte de aarde ook nog een keer om nog weer eens een keer versneld te krijgen. Ten slotte kwam je bij Jupiter langs, een ontzettend zware planeet, dus kreeg je nog meer snelheid. En tenslotte kwam hij dan bij Saturnus aan om zijn metingen te doen. We noemen zo'n passage waar hij dus een versnelling bij krijgt, dat wordt een zwaartekrachtslinger. Ja, je kunt dit eventjes doorlezen. Je kunt natuurlijk ook eventjes intypen op Wikipedia. Dan kun je het helemaal mooi lezen. He? Maar dan krijg je dus dat er gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht van een ander hemellichaam om extra snelheid te krijgen. Eventjes in animatie. Kijk, je hebt daar de planeet. En een zonde komt er bij langs. En let op wat gebeurt. Ja, hij wordt versneld. Hij gaat eromheen. Ja, en daarna zal hij natuurlijk wel weer een beetje afgeremd worden door de planeet. Maar je ziet dus dat je de snelheid in het begin is lager dan de snelheid op het eind. Ja, dus hij wordt wel eerst sterk versneld. Daarna gaat hij dus van de planeet af. En hij wordt dus dan weer afgeremd door de planeet, maar minder sterk dan dat hij versneld is. Ja, en dit is dus de zwaartekrachtslinger, waardoor hij dus meer snelheid krijgt, zonder dat je er extra brandstof voor hoeft te gebruiken. Nou, maan, aarde. De maan doet weer cirkeltjes om de aarde, maar in werkelijkheid zal de maan natuurlijk ook de aarde aantrekken. Oftewel, het middelpunt ligt niet helemaal in het midden van de aarde. Oftewel, de aarde die zal zelf ook een cirkelbeweging uitvoeren, omdat de maan hem aantrekt. Ja, je krijgt dus een klein beetje een beweging ervan. En dit verschijnsel zie je ook in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij een kogelslingeraar. Als zo'n atleet de kogel ronddraait, dan kan hij onmogelijk perfect blijven stilstaan. Zijn bovenlichaam zal ook een beetje heen en weer gaan. Ja, hij staat altijd, kijk, hij gaat altijd een klein beetje heen en weer. Kijk, en natuurlijk als je hem weggooit, dan helemaal. Maar ook tijdens het draaien ging zijn bovenlichaam heen en weer. En dat is hetzelfde als de aarde heen en weer gaat vanwege de maan. Zo, kijk, dit is ook een ellips. Ja? Een ei. En wat kun je van ei maken? Precies. Van ei maak je het einde. En dat is het weer. Bedankt voor het beluisteren. En wellicht tot een volgende keer.